helder drinkwater, een van de eerste levensbehoeften van de mens. Via kostbare filterinstallaties slagen de waterleidingbedrijven erin van vervuild oppervlaktewater weer schoon water te maken. Maar dat wordt steeds moeilijker. De Rijn, die voor miljoenen mensen in ons land de basisgrondstof voor het drinkwater levert, wordt steeds sterker vervuild. Overal spuien fabrieken hun giftige chemische afval tot een jaarlijks totaal van zo'n 24 miljoen ton in de rivier. Momenteel worden er proeven genomen om snel en doeltreffend te kunnen ingrijpen als er gifstoffen in het oppervlaktewater voorkomen. In deze boerderij, dicht bij het lekkanaal, waardoorheen water uit de Rijn stroomt, heeft het Keuringsinstituut voor Water, het KIWA, een aantal doorstroomaquaria neergezet met forellen die gewend zijn tegen de stroom in te zwemmen en die dat in het aquarium ook doen. In de bakken bevindt zich een rij foto-elektrische cellen die een alarmsignaal in werking zetten als de vissen deze elektronische ogen passeren. Zodra een voor de gezondheid schadelijke stof in het binnenstromende Rijnwater aanwezig is, vluchten de forellen door met de stroom mee te zwemmen. Sommige schadelijke stoffen kan de vis niet waarnemen. Dan vlucht die niet, maar raakt versuft en wordt dan toch met de stroom meegevoerd. Terwijl het gealarmeerde personeel watermonsters neemt en ook de bedwelmde vis wordt onderzocht, gaat er een waarschuwing naar de waterleidingbedrijven om de waterinname uit de rivier te staken totdat precies is vastgesteld om welke schadelijke stof het gaat. Het door het KIWA ontworpen systeem zal een jaar worden beproefd. Als het slaagt, zullen dergelijke controlecentra op verschillende plaatsen langs de rivieren in ons land worden neergezet.